mij thuis, omdat ik natuurlijk stotter, heet hij gewoon Henk, hè? Hij zit er op. Henkie? Oh nee, maar alleen die achternaam van hem, dat kan ik gewoon schudden. Pup, 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 laat hem zitten. Pup, pup, hem erop. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Cesar. Ik ben René. Dit is Jesse Silver. Jesse Silver. En dit is de vlog van zijn eerste paar daagjes. Zo, hoe is de nacht is geweest? Dag papi. Morgen. Welke Jan? Wij gaan lekker een badje. Nu deze even. Toch de Zwitser. Ja, sowieso poepie. Ja. Maak een gebied van. Het ze zei gisteren ook dat je het beste, als er nog een beetje wat van af blijft, een beetje pseudocreme erop. Pseudocreme en dan voor dat het wat weekt. Ja, kijk, weet je wat het is? Die meconium die nu nog verliest, dat hele zwarte, dat is heel erg plakkerig. Dus dat blijft aan die billetjes plakken. Dan moet je heel hard op boenen voordat dat weggaat. Ja. Maar in principe gaat hij dat vanaf vandaag. Wordt dat een stuk minder, want hij krijgt andere ontlasting. Ja. Krijgt hij dit allemaal vandaan? Ja. Je moet goed opletten dat je hem onder zijn balletjes en die ontlasting weg. Ja. Krijgt hij een ja. Okay. Ik merkte dat ik het niet zo goed durfde. Ik weet niet hoe hard ik kon drukken en zo. Haha, dat snap ik. Want jij weet dat het goed was bij je. Ja. Oh. Ik wil warmte. Je doet eerst die voetjes in bad, dan gaat hij er een beetje aan wennen. En eerst gaat hij eerst denken van, oh, dit vind ik wel koud. Op een gegeven moment kan ik niet verder in bad, dus dan laat ik mijn duim haal ik weg. En die doe ik mijn vingers onder zijn kaak. En met die andere hand doe ik precies hetzelfde en zo heb ik hem vast. Dus mijn vingers liggen hier in zijn nek en op zijn achterhoofd en alleen op zijn kaak. En verder drijft hij zo. Hij zit gewoon zeg maar met zijn voetjes op de bodem. Kijk dan. Dat is lekker, hè? Eindelijk, wat is dit? Wie gaat hem zo durven? Vast, ja, durven, dat is... Zal ik hier dan even zeggen dat jij hier kan staan? Zo. Keurig. En dan volg je gewoon met deze vingers, volg je gewoon zijn kaak bij. Top. Dag, allermooiste mannetje van de wereld. Vind je dit lekker? Dat kopje ook, hè? Hoe kan jij nou zo knap zijn? Heeft hij van de papa dan? Ja. Is toch wel lekker. Voelt het stevig hoe je hem nu vast hebt? Ja. Voor mij wel, maar ik denk van, is dit voor hem niet... Ja. Je voelt er ook geen gewicht op je vingers? In water hoor je gewicht zo? Ja, precies, ja. Nou, we doen het allemaal wel goed, hè? Het gaat allemaal wel lekker. Dan heb ik. Dan moeten we eigenlijk zijn gangster outfitje laten zien. Ja, nou, dat doen we zo meteen. Ja. Ik zal de man zakken. Zij dadelijk nog onder zitten. Lekker maar. Dan ga jij erin liggen. Deze strikken erop bewaren. Om hem gewoon ook op te bergen. Ja. Even van deze ook. Hello little one. Yeah. Yeah. Nou, dit is dus homemade. Zelf gemaakt. Ja, zet nog wat ruimte op. Ga naar de Instagram van Mama Vertelt. Gebruik de actiecode Cesar en René. Oké, dit is het. Dit is de achterkant, maar die is ook heel leuk.
is echt goed. Echt cool. En draaien. Bam! Wow! Wow. Echt vet. Echt heel gaaf. Hey, maar Elena, daar kan die later gewoon een tentje van maken. Ja. Dan wordt er gewoon een tentkleed. Echt heel gaaf. Dit moet je vaker doen, man. Ja. Die hebben we ook nog niet opengemaakt. Oh. Dit is altijd handig. Voor de kaart. Zo. Het vetplantje kan mooi. De kamer. Oh, dat kan ook. Ik dacht eigenlijk aan die glazen bol daar waar die cactus van is overleden. Dat kan ook. Op een of andere onbekende reden. Een cactus, jawel, een cactus. Hoe verzin je het gewoon? Een cactus die gewoon nog niet doodgaat in de woestijn. En daarbij eigenhandig om zeep geholpen. Oh, dan moet ik eigenlijk wachten, hè? Dat is gewoon de onderkant. Oh! Ik heb voor de decoratie er even ingepakt. Nou, oh, ja, dankjewel. Dat is echt het mooiste stuk karton dat ik ooit heb gehad. Ik ga hier niet op in het deel, maar wij geven Maatje Mil gelijk een. Nou, dat wilde ik nog. Ik wilde, ja. Of heb je niet al te veel? Ik heb nog helemaal niks. Ik wilde het als cadeautje. Ik wilde het nog inpakken, schat. Oh. Maar, dat is voor jullie. Even kijken, Maatje 1, hè? Ja, ik had ze al voorgelegd, inderdaad. Jij bedoelt de luiertjes? Had een maatje overgeslagen. Ja, een maatje overgeslagen. Eén dag hebben die nul gebruikt. Alleen de kraamhulp zei ook al van, nou, eigenlijk hadden we gewoon meteen naar één gemoeten. Ja, maar dat weet je niet. Nee. Nou ja, er was gisteren ook een kraamhulp. Ja. Alleen deze. Nou, ze zijn proberen, maar deze, hij kan net bij ze. En een ziekenhuis, hè. En een ziekenhuis hadden ook één keer nul gebruikt. Heb ik maar gedaan. Oh ja, ze had me ook nog iets laten horen. Ik weet niet of er nou poep in zit of niet. Maar als dit streepje blauw wordt, dan heeft hij geplast. Oh! Nou, dat heeft hij niet. Wie erbij krijgt, ja. Dat is ook twee. Ik voelde een poepje. Weet het er allemaal niet. Nee, dat is een scheetje. Een scheetje gewoon. Dat is niet de vetpil hoor. Dat de Nederlandse naam zou moeten worden. Wat zullen ze dat ding gaan vervloeken? Ja. Ik denk vooral de buren hoor. Ze zijn ook al van Lunderij van. Nee, dat lijkt zo leuk namelijk. Maar... Ja, dan moet je dat naast het neerleggen en dan maar naast de bus te doen. Oh, ik zag hem. Nee, dat ik niet eens compleet. Ik heb hem naast de bos met een tekeningetje. Voor gitaar. Ja. Zo wat van de Haagse Buffer. Zo, ik vind het een vet binnen, jongens. Ja, moet toch een beetje. Het mag wel op de site van Haagse Buffer staan, hè? Ja. Ja. Op Facebook stond het, ja. Ja, ik zag het inderdaad.
Heel lief. Is ook echt heel leuk. Hij heeft ook nog wat aan, hè? Heel graag gedaan. In de andere kant, ja. Andere kant, zo, geen smetjes. Zo. Oké. Is zijn gezicht. En dan zijn de... Achter zijn oortjes moeten we ook niet vergeten. Zo nu al afgekoeld, hè? Het gaat dat toch wel last als je er niet van. Nee. Hey. Wop. Wop. Kijk eens naar papi. Kijk eens hierheen. Hallo. Kijk eens naar de andere kant. Wat zie je daar voor mooi? Zo'n grote beer. Nee, hè? Dat kan je nog helemaal niet zien. Nee. Hij is wel wit, dat heb je wel goed gezien. Nee. Nee. Zo. Heb ik dat goed gedaan? Zeker. Anders roep ik wel. En dan moest ik... Oh ja, en moesten ze oksels ook nog? Daar hebben ze niet echt smetjes. Mag, maar nee. Vol in de mens. Kijk, het is vooral die nek, omdat als hij dan ook melk teruggeeft, dat melk dan in zijn nek valt. En dat is super zuur. Ja, precies. En de pillen van die oplasting, want dat is ook zuur. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat een lief kereltje. Nou, hij is alweer 3 dagen oud. Ja. Gaat uit, hè? Ja. Nou, hij slaapt goed, hij drinkt goed. Hij poept goed. Hij plast er wel een beetje raadkristal. Duidt kan een beetje op wijzen dat hij nog iets meer voeding binnen zou mogen krijgen. Maar ja goed, zijn flesjes gaan gewoon goed op. En de pasting is goed. En verder slaapt hij alleen maar. En vindt hij alles best? Is alles goed. En s'avonds tussen 11 en 2 heeft hij even zijn huilmoment. Ja, dat kan eigenlijk van alles zijn. Van alles, niet alles. Kan ja, of een beetje verwerkingen zijn van de dag. Hij kan een beetje last hebben van zijn hoofd, van de vacuumpomp. Buikkrampjes is nog een beetje te vroeg voor. Maar in de buik was hij ook constant wakker rond die tijd, dus zich... Ik had niet verwacht dat hij zoveel zou slapen, want ik had in mijn buik het idee alsof hij continu wakker was. Inderdaad, ja. Hij is zo knap. Ik zat te vreden. Hoi, lieve tatties. Welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Jessie Silver. Ja, we hebben wel aardig wat bezoek gehad, hè? Dus ja, dat is natuurlijk ook wel verwerking. Dus we doen het nu eventjes wat rustiger aan. Super mooi weer. Dus hij mag blijkbaar nog even niet naar buiten. Waarom is dat eigenlijk? Ja, het zal wel iets met zijn weerstand te maken hebben, maar onze ouders die zeggen regelmatig van, vroeger deed ik dat allemaal wel, hoor. Ja, jullie zijn nog steeds niet helemaal opgegroeid. Dus ja, dat is wel, wel grappig om te merken inderdaad, dat er vroeger heel veel dingen wel konden en wel gedaan werden.
Wat tegenwoordig niet meer mag. Nou ja, mag. Uiteindelijk is het natuurlijk je eigen kind, maar... Ja, adviezen zijn er ook niet voor niks, dus... Laten we ons daar maar aan houden. Nou, heel veel leuke cadeautjes gekregen. Zijn eerste schoentjes, een leuke teddybeer met een lampje erin. Ja, en allemaal kleertjes en echt super lief van iedereen. En heel veel toffe reacties op Insta en zo. Facebook. Allemaal hartstikke leuk en lief. En jij gaat hem vandaag... Ik ga zo meteen naar het gemeentehuis inderdaad. Dat die bestaat, krijgt hij een BSN-nummer. Kan je nou zo mooi zijn? Ja, ik serieus. Het is gewoon, ja, natuurlijk, iedereen zegt van zijn eigen kind dat het een mooi kind is, maar zeg nou zelf. Dit is toch gewoon de mooiste baby ooit. In het bestaan van de mensheid gewoon. Dit is gewoon... Het is perfectie. Ja. In ieder geval onze perfectie. Ja. Nou, de kraamhulp kan ieder moment komen. Ik ben even mijn muts aan het luchten. Dat laten we buiten beeld. Ja, hechtingen inderdaad. We hebben wel eventjes wat tijd en lucht nodig om goed te herstellen. Nee. En de kraamhulp die zet ik zo meteen eventjes aan het dweilen en zo, want... Ja, ik moet ze schijnbaar allemaal van alles laten doen, maar ik vind het allemaal een beetje ongemakkelijk, omdat ik het liefst gewoon alles zelf doe. Maar het is wel aan de andere kant ook wel weer prettig dat ze er zijn. Ja, goed ook met hem inderdaad. Nou ja, dat inderdaad vooral in jouw gezondheid. Even alles nakijken. Ja. Of de baarmoeder weer op zijn plek gaat. Echt er goed uitzien. Ja, dat is schattig. Dan gaat hij hem pakken, hè? Ja, ik zei tegen hem, ik zeg, het moet wel een beetje die baard een beetje bijwerken. Ik zeg, maar je borsthaar moet je maar niet scheren, want dan krijg je helemaal prikkels, stoepels. Maar telkens als er dichtbij hem komt, dan gaat hij zijn haren pakken. Hè? Nou, weet je in ieder geval goed dat ik het ben, toch? Ik ga een bijtje maken. Koffie. Tot later. Doei. Nee, ik denk dat je hier gaat. Ja, het is schuiven. Ja, zo. Het is geen super beeld, maar... Ik kan ermee doen. Ik ga eventjes naar het stadskantoor. Om even officieel te maken dat de Jesse Silver bestaat. Want, ja. Misschien moet ik mijn deur even dicht doen. Heb ik weer. Ja. Zo, nou dat was kort maar krachtig. Was een beetje jammer. Want ik moet toch een afspraak hebben. Ik had al wel een afspraak proberen te maken, maar dat ging dus niet meer voor vandaag. En dan moest ik helemaal naar het Laak, dat is een stuk verder weg. En dus ik dacht, ik ga er gewoon naartoe. Nou, we toch een afspraak gemaakt voor morgen. Ondanks dat we dan niet meer in die 3 dagen zitten, maar er zat het weekend natuurlijk tussen. Dus weekend telt niet mee, dus dan is het nog 3 werkdagen. Dus dat is helemaal prima. Morgen gaan we terug. Ah, oh, jongens, wat lekker weer. Hoor je dat? Allemaal die vreugdegeluidjes. Top. Heel lekker. Kan niet beter, hoor. Het leven kan zo mooi zijn, hè? Nou, weer lekker naar huis. Ja, maar Tim en Esther, dat lijkt me geweldig. Ja, en toen keken we elkaar aan en toen hadden we het zo. Oh, dat is tof. En zij wilde graag 2 namen. En Jesse... Ik weet het wel, nee.
dus Jesse vond ik sowieso heel tof. Ze hebben gewoon Jesse zelf van gemaakt. Ja, maar ik had echt het idee gehad voor Jill. Ik had die nou ook op mijn bord. Misschien heb ik hem ook onbewust gehoord, dat weet ik. Ja, ik had echt niet zo'n zilver. Echt normaal, zeg. Ga vanaf. Ja. Wat gaan we doen? Ik, bij mij thuis, omdat ik natuurlijk stop, heet hij gewoon Henk, hè. Henkie. Ik ga het onthouden, Henk of Kees. Oh, yes. Nou, moeilijk. Ja, dat is echt moeilijk. Jesse gaat wel, Silver zou nog wel leuk te doen, dus dat valt mee. Maar alleen die achternaam van hem, dat kan ik gewoon schudden. Ja, echt? Puk, laat maar zitten. Puk, maar op. Dat is niet en die is echt moeilijk. Waarom is dat met de T en zo? Ik weet het niet, ik heb het woorden met een W. Dat is heel raar. Ik zeg dat ik heb last met woorden met een W. Maar dan vraag ik gewoon allemaal heel goed uit. Ik heb de P vind ik lastig en de L. Soms, maar ook niet altijd. De eerste keer gaat mis, de tweede keer gaat goed. Ja. Omdat je dan weet laptop vind ik onwijs moeilijk. Laptop, dan zeg ik nog een keer. Laptop is goed. Vind ik echt een L. Dat wordt altijd weer op zijn haar gezegd. Geld uit de maat. Nee, flap. Maar is dat dus misschien omdat je niet weet wat je gaat zeggen? Nee, ja, juist wel. Ik bedoel, ik weet wat ik ga zeggen. Ja, maar soms zit je gewoon in een... Nee, maar soms zit je gewoon... Ze zeggen als je kinderen krijgt dat je hergekeerd bent. Ah, en je weet dat het dan niet allemaal weer goed komt. Ja, pillen. Nee, maar soms zit je... Nee, wat ga je dan zeggen? Ja, geen idee. Ga je dingen... Meneer zijn. Oh, wacht even, een plaatje erbij zoeken. Ja, nee, dat doet er wel op lijken. Brievenbus. Nee, dat komt geld. Oh, pinapparaat. Serieus, echt niet goed voor je hoor. Kinderen krijgen, de middenhelft alles kwijt. En dat zat nog niet zoveel. Is het leuk? Hij is heel graag. Gaaf, hè? Ja. Zeker. Oh, wat vet! Ja. Heel graag. Ik denk als jij ietsje groter bent, dat je er ook in kan. Oh, even wachten. Nog. Dat is goed, hè? Oh, echt heel gaaf. Ja, ik zag hem staan. Wanneer kan hij daarin? Nou, nu al. Met hem kan ik ja? De duct tape. Duct tape erin. Dat lijkt me goed. Oh, echt leuk. Leuk het. Heel gaaf. Die heb ik echt nog niet eerder gezien. Ik heb wel een soort van wip schaapjes ding gezien. Die vond ik al heel leuk. Maar dit is ideaal, want daar kan hij echt nou, in zitten. Ik had in Engeland één gezien. Dat is gewoon een echte. Maar daar moet je... Er zijn nog drie en die was zo groot om me mee te nemen, dus ik zat er bij. Oh, cool, hè? Heel ja, super mooi, hè? Ja, het klopt me ook mee. Ik kan natuurlijk ook alleen maar zien op de plaatje. Het is een beetje jou, hoor. Ja. Een beetje de intelligente blik van jou, dus dat was helemaal niks. Zeker als je ondertje uit ook, hè? Ja, echt. Oh, verrek. Nee, joh, man, als het neus gaat, gek. Hé man, neusgat. Neusgat. Zijn neusgat. Laat jij hem straks achter met hem? Ja, nee, dat zijn zijn oren. Had jij niet gesolliciteerd bij Peter Horen? Ja, toch? Ja, ik begrijp niet waarom jij die baan niet hebt gehad. Justitie, hè? Ja, uiteindelijk, omdat je nergens anders heen komt. Precies. Maar nee, ik snap nu waarom je die lieve baan niet hebt gehad bij Peter Horen. Nou, meneer, ga eens kijken. Ja, misschien wat grotere batterijen. Gast, hij steekt zijn tongetje uit. Ja. When I'm with you, no, the world won't break me.